ik heb niet zoveel foto's in mijn geheugen of video's in mijn geheugen dat met mijn vader dat ik de tijd heb meegebracht heb. Maar later, dan heb je die gevoelens toch nodig om terug te gaan. Als mijn vader mij had geleerd om op je 18e een huis te kopen, om op je 18e geld te sparen, nou ja, dan denk ik dat ik hier niet stond nu. Nee. Want ja, die kinderen zien echt zo snel alles. Het is gewoon een kopieermachine ook. Alles wat je doet, precies hetzelfde nadoen. Dat is wel grappig, ja. Dat is ook waar een beetje de verantwoordelijkheid begint.